of things we know. Mijn naam is Riot Sivai en vandaag heb ik voor jullie de Valentijn make-up tutorial. Ja jongens, dus vandaag heb ik een make-up tutorial voor jullie. Dat is een make-up tutorial voor Valentijn. Ik ga er 2 maken voor op mijn kanaal. Deze, dus een rode, hoe kan ik het noemen? Een heel, ja, roze ook. En een roze highlighter. Een roze, rode make-up tutorial met een grote, dikke lip. Dus ja, ik ga deze maken en ik ga ook een eentje maken met een roze kleur. Misschien ga ik er zelf weer maken die iets natuurlijker is of met iets donkerder. Ik weet niet, want ik weet van alles over Valentijn. Dus ik ga zien welke video's ik kan online zetten. Maar ik ga er sowieso ook eentje doen in het roze. Ja, dat sowieso. Dus ik hoop dat jullie de video gaan leuk vinden. Vergeet daar geen duimpje omhoog te doen. Als we de 300 likes kunnen halen, zou dat super tof zijn. Dat helpt mij ook. En dat is ook leuk om te zien natuurlijk. Vergeet ook al geen duimpje. Vergeet ook geen leuke comment achter te laten wat jullie van deze look vinden. En dat jullie alleen gaan zijn bij Valentijn of niet. Laat me dat weten. En ja, laten we beginnen met de tutorial. Let's go! Oké, dus zoals ik had gezegd, ik ben van plan om een Valentijns look te doen. Ik ben eigenlijk van plan om er meerdere te doen. Vandaag wil ik iets gebruiken dat meer naar de rode tinten gaat. En dan wil ik nog een look doen die eerder wat rood-roodachtiger is. Dus dat je 2 verschillende looks hebt. En daarvoor had ik een heel goed paletstekker voor kan gebruiken. En ik gebruik altijd mijn paletten van Morphe. Dit is de 35U palet. En daar vind je van alle verschillende kleurrijke kleuren terug. En zoals jullie zien, ja, hier zijn al echt leuke kleuren die ik wil gaan gebruiken. Als eerst gebruik ik de Morphe E27. Dit is een blending borsteltje zoals jullie kunnen zien. En die ga ik gebruiken ja, om te beginnen, zeg maar. Maar meestal gebruik ik deze eigenlijk voor heel mijn ooglook. Want ik blend hem direct uit. En ik vind ook dat hij heel veel kleur meepakt. En om te beginnen, normaal begin ik met een bruine kleur voor aan de buitenkant van mijn oog te gaan. Maar ik begin direct vandaag aan met een rode kleur. En daarvoor gebruik ik deze kleur. Deze kleur gebruik ik. De camera ziet er een beetje meer oranje uit. Maar het is een... Oh, ja, het is eigenlijk een oranje-rode kleur. En dan pak ik wat op mijn borstel. En ik ga eigenlijk aan de buitenkant van het oog beginnen. Hier begin ik ergens. Ik ga het wel vandaag goed opvallend laten doen. Dat mag wel ook voor een Valentijns look. Ik heb van alles al gezien van ideeën. Maar ik vind Valentijn mag het wel goed opvallen, zeg maar. Dus ik begin aan de buitenkant. En ik ga eigenlijk, ja, van de buitenkant naar de binnenkant ga ik eigenlijk. En ik werk al heel hoog uit. Terwijl het eigenlijk al uitgeblend moet worden. Maar dat maakt niet uit. Zoals ik zeg, ik hou van opvallende kleuren. En ja, ik vind dat make-up er is om goed te kunnen laten opvallen. Dus ik werk dat hieruit. Het meeste kleur wil ik aan de buitenkant hier hebben. Hier zo. En ja, hier. Ja, eigenlijk gewoon zoals ik nu aan het doen ben. En dan kun je zelf beslissen dat je hier ja, een stukje plakband gebruikt dat jullie dat willen aftapen. Of dat jullie gewoon, zoals ik, hier zelf uitblenden. Ik zelf persoonlijk gebruik nooit tape, want ik vind dat heel lastig om te werken. Want dan heb je je foundation aan en dan komt je foundation mee los en je poeder. En ja, ik persoonlijk kan gewoon werken om zelf zeg maar een lijntje te creëren. Met concealer kun je dat eigenlijk ook doen. Dat je gewoon een klein beetje concealer neemt. En dan eigenlijk clean, zeg maar. Nu ben ik even alle restjes dat mijn borstel zat weg aan het doen. Dat ik even dan kan uitblenden. Want ik heb niet echt een look in gedachten dat ik zeg van, ah, daar wil ik mij op focussen. Ik heb eigenlijk gewoon, ik pak altijd random looks die ik op het moment zelf uitkies. Onvoorbereid, ja, onvoorbereid. Ja, ik denk onvoorbereid. Ik beslis op het moment zelf als ik me aan het schminken ben, altijd. Als jullie ook zo zijn, laat me dat weten in de comments. Ik wil dat weten dat ik de enige ben
of dat er andere mensen ook zijn die op het moment zelf pas beslissen welke look ze willen creëren. Dus ik blend er heel goed uit. En zoals jullie zien, ik kom net niet tegen mijn wenkbrauw, dus zo hoog werk ik uit. Je kunt ook een beetje lager gaan als jullie dat iets te heftig vinden, maar dat is hoe ik het ga doen. Zo, nu dat ik dat heb gedaan, ga ik dat ook even bij mijn andere oog doen. En dan ben ik bij jullie terug. Zo, nu ben ik terug bij jullie. En zoals jullie zien, ik ben veel donkerder al gegaan dan waar ik net gestopt was. Ik zat te denken, ja, het is een Valentijns look. Het mag goed groot zijn. Dus dat heb ik gedaan, zoals jullie kunnen zien. Ik heb het uitgeblend tot mijn wenkbrauw. Hier moet ik het toch een klein beetje afwerken. Zo, hier mooi uitblenden. Waar mijn wenkbrauw stopt. Zo. En dan pak ik de More. Dit is de M524. Zo, even nog al het product van vorige keer uitbrengen. Dat is zo'n borsteltje. En daar gebruik ik deze rood voor. Het donkerste rood die in het palet zit. En dat breng ik eigenlijk in het midden aan van het oog. Zo. Maar dat doe ik niet aan de hoekjes, want daar ga ik met iets goud of met iets brons gaan werken. Of misschien mijn highlighter, een kleur van mijn highlighters. Dat ga ik nog even moeten uitzoeken. Zo. En daar gebruik ik dat rood voor, dat maakt goed. Ja, ik doe dat goed donker. En aan de andere kant. En dan ga ik terug met mijn Morph E27 erover om dat te gaan uitblenden tussen de andere, tussen die twee kleuren, zeg maar. Zo. Ik ga niet aan de ander, aan deze rood komen, want anders wordt de kleur ook lichter. Dus ik blend alleen een klein beetje het midden uit waar die overhang zit, dat dat niet te opvallend is, zeg maar. Zo. En dan zat ik even te denken, want ik wou normaal een brons of een gouden highlighter gebruiken voor aan de binnenkant van mijn oog. Maar ik heb net een nieuwe highlighter van MAC. Dit is de Show Gold. En dat is een roze highlighter. Ik weet niet of je kunt zien op de camera. Ja. Het is een roze highlighter. En dat ga ik dan gebruiken aan de binnenkant van mijn oog. Dat is ook het beste dat ik kan gebruiken, want ik ben met rode en roze tinten bezig. En dan ga ik met de More M151 aanbrengen. Een klein borsteltje. Zie. En dat breng ik eigenlijk gewoon aan. Aan het eind. En dan kun je een klein beetje. Ja. Wacht, ik zie al iets leuks. Wacht, jongens. Oeh. Iets leuks aan het zoeken. En ik denk dat ik het gevonden heb. En zoals jullie kunnen zien, ik heb dat net uitgevonden. Ah ja, ik heb net dat gedaan. Ik ben aan de hoek begonnen. En dan ben ik, zeg maar, in het midden met dat goud en met dat roze verder gegaan. Dat zie je niet goed. En zoals jullie kunnen zien, heb ik met dat roze goud hier in het midden verder gegaan. En ik denk dat jullie goed kunnen zien op de camera. Maar dat is heel leuk, dus ik ga dat doen. Dus aan de hoekjes. Hup, je blendt dat een beetje uit met dat borsteltje. En dan ga je verder en breng het aan. Ik doe wel voorzichtig, want er komt rode kleur af. En anders komt dat in mijn highlighter. En ik breng het eigenlijk gewoon heel zachtjes aan. In het midden van mijn hoofd. En hij heeft wel iets, want hij heeft glitters en dat rood is mat. Zo, en dan heb ik eigenlijk die look. En het enige wat ik nu bijna moet doen is eigenlijk alle de losse, al die losse dingetjes wegborstelen. Ik heb
omdat je geen translucent powder gebruikt, is wel wat moeilijker. Want dan blijft dat plakken zoals jullie kunnen zien. Anders ja. Ik ga dat even wegwerken en dan ben ik weer bij jullie terug. Zo, ik ben terug bij jullie terug. Ik heb een beetje foundation gebruikt, want het ging niet zo goed weg. Normaal gebruik ik altijd translucent powder. Voor de mensen die niet weten wat dat is zoiets. Translucent powder, setting powder. En ik had dat niet gebruikt, dus dat was iets moeilijker om af te krijgen. Maar goed, we zijn terug. Ik ga geen eyeliner hiervoor gebruiken. Ik wil echt het rood en het roze goed laten opvallen. Dus ik gebruik gewoon een normale mascara. En dat is van L'Oreal. En dat is de Volume Million Lashes. Dat zijn deze. Ik rol ook mijn wimpers niet. Ik heb heel korte wimpers, dus dat heeft eigenlijk geen zin voor mij. Of ik ze nu krul of niet krul. Dus ik breng gewoon mijn mascara aan. Ik breng die gewoon wat iets dikker aan. Want als ik die heel dun leg of normaal leg, zie ik je zo bekend ook niet. Dus. Zoals jullie zien, het is heel natuurlijk. Maar er is wel een groot verschil tussen de andere. Het andere ook nog. Zoals jullie kunnen zien, is de mascara nu op. Ik ga even wachten tot dat boven droog is, dat ik dan ook mascara beneden kan doen. Voor de rest ga ik gewoon nu al mijn gezicht highlighten. En dat is met dezelfde highlighter die ik net heb gebruikt aan de binnenkant van mijn oog. Dus ja, voor de mensen die dat niet hebben, voor dat is Show Gold. Dat is de naam van deze highlighter. En daarvoor gebruik ik het borsteltje van Morphe. Dit is de M500. Want het nu vind ik persoonlijk raar als ik nu met een gouden of bronzen highlighter mijn gezicht ga doen. Dus het beste dat ik hem dezelfde kleur doe als aan de binnenkant. En dan breng ik hier een beetje aan. Mijn neus een beetje. Mijn kin. Zo, ondertussen ga ik al setting spray op mijn gezicht zetten. En die is van MAC. Dat is deze. Voilà. Dat zorgt ervoor dat heel de make-up look veel langer blijft zitten, zeg maar. Dus nu ga ik even wachten. Ik denk dat ik ook nog een oogpotlood ga gebruiken. Gewoon zwart. Ik weet niet, dat verandert echt wel de look nog. En dat is die van Chanel. Dat is nummer 88 van Chanel. En dan breng ik gewoon een beetje onderaan en bovenaan aan. Zo, en nu is de zwarte eyeliner erop. En ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ik vind het wel nog zelf passen voor een Valentine's look. Nu ga ik de onderkant doen van mijn wimpers. Dat vind ik altijd moeilijk, want ik smos altijd en krijg het dan onder mijn ogen. Oké. Wish me luck. Oké, ik heb nu de zwarte mascara opzetten. Ik wil niet te veel bewegen dat ik dat ga verpesten. Zo. Voor de rest ga ik nu mijn lippen doen, maar dat ga ik vanaf de camera doen. Want ik kan een make-up tutorial online zetten. Ik heb geen kleine lippen van mijn eigen, dat zeg ik ook niet. Maar ik overlijn heel vaak mijn lippen
dubbel zoveel. Mensen vroegen eens een keer dat ik er een tutorial voor ging maken. Want ik doe het altijd heel... Ik doe het wel op camera, maar ik doe het veel te snel. Dus ik, ja, mensen weten niet hoe dat ze het moeten doen. Want ja, ik ga echt over mijn lippen heen. Dus dat ga ik nu even uit de camera doen. Ja, uit de camera. Klinkt zo raar. Uit de camera doen. Ik ga het nu af camera doen. Ik ga het nu eigenlijk maken voor een andere video. En dan ben ik bij jullie terug voor de shots. Zo, ik heb nu de lippen gedaan buiten, uit camera voor een andere video. Zoals ik zei, die video komt denk ik na deze make-up tutorial online. Want deze make-up tutorial komt morgen online. Dus dat is donderdag. Dus de lippen komen denk ik vrijdag of zaterdag online. Ik heb voor deze kleur gekozen. Ik zat te twijfelen tussen deze of een donkere. Maar ik dacht, ja, ik ga aan het einde hoe laten opvallen. Dus ja, dat was de make-up tutorial voor vandaag. Dat is even geleden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen natuurlijk. Als we de 300 likes kunnen halen, zou dat super tof zijn. Dus help me mee naar de 300 likes. Vergeet geen leuke comment hier beneden achter te laten. Wat jullie van deze make-up tutorial vinden. Van deze look. Zou jullie ook in rood gaan voor Valentijn. Er komt normaal nog een andere online, dus in het roze. Allee, met roze tinten bedoel ik. En ja, vergeet niet te abonneren ook hier beneden als jullie nieuw zijn of het nog niet gedaan hebben. En dan zie je jullie in de volgende video terug.